Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. De Arnhemmers spelen zaterdag een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het wordt een zware wedstrijd tegen de nummer 4 in de competitie. I think they're doing well. They really have a good team, so it's going to be a tough game. Ik denk dat we heel vaak toch wel onze eigen wedstrijd spelen. Ik verwacht dat we gewoon weer meer dan voldoende aan de bal zullen zijn. Dus ja, eigenlijk een. Ik hoop niet een wedstrijd zoals we hem hier in Arnhem hebben gespeeld. Want daar. Ze hebben natuurlijk een bepaalde voorsprong, die hebben ze nog steeds. Die doen het uitstekend. Dus ik hoop nu bij een uitwedstrijd dat zij wat meer aandeel zullen hebben. En dus misschien wat meer mogelijkheden en wat meer ruimte voor ons komt. They are fourth in the league. What makes them so good this season? Yeah, I think they have good players. They're very smart, you know. It's a smart team, so they take a lot of risk. Luckily, it works for them. Ja, ik denk toch altijd dat een trainer een bepaalde invloed heeft. Dus kan je niet anders zeggen dan een uitstekende trainer. Ik denk een groep die heel goed weet wat ze wel en niet kunnen. Een groep die bereid is voor elkaar te werken. Dus ja, die discipline en die passie en die beleving die ze hebben, dat maakt het gewoon een hele sterke ploeg. En uiteraard voetballend vermogen. Ze hebben natuurlijk met een aantal spelers die uitstekend aan de bal zijn. Dus. Aan de ene kant kun je stellen dat we in 2018 nog ongeslagen zijn met de winst bij Sparta, gelijk tegen Heerenveen. Maar een goede reeks zou natuurlijk ook heel prettig zijn om ook weer aan te haken bij de ploegen boven ons. Ja, zeker. En ik ben ook wel heel erg iemand die kijkt naar de wedstrijd. Ik vind bij Sparta de eerste helft kwamen we gewoon goed weg. Ik denk de tweede helft wel op basis daarvan dat terecht gewonnen hebben. Maar daar had ik niet zo'n heel tevreden gevoel over de wedstrijd. In tegenstelling tot Heerenveen. Ik denk Heerenveen dat we eigenlijk een goede wedstrijd hebben gespeeld. 26 mogelijkheden hebben gecreëerd. 10 tot 11 eigenlijk kansen die erin moeten. Ja, als die er niet in gaan, ik kan moeilijk mijn verdedigers daarop kwalijk nemen. Daar iets in kwalijk nemen. We hebben heel veel mogelijkheden gehad en te weinig afgerond. Dan speel je een goede wedstrijd en niemand heeft het daarover. Ja, terecht, omdat we niet het maximale resultaat hebben gehaald. En sterker nog, tegen een aantal vervelende zaken opliepen. Zoals de handelingen of de keuzes of de zaken die gebeurden met Matafs en met Miasga. Ja, so far so good. We have been lost the game. En I think the game with you should have won also. So I think it's going well. And for yourself, you are back in the lineup again. It should be a good feeling. Yeah, it's a good feeling, you know. I like playing. So for me it's a nice feeling. De kans is groot dat Michael van der Werf na blessure leed weer bij de wedstrijdselectie zit. Ja, de kans dat hij erbij zit is behoorlijk. Normaal gesproken weer dat hij een volledige wedstrijd speelt bij Jong. En het liefst misschien wel meer. Maar ja, nood. Nood breekt wetten en dus het zou heel goed kunnen dat hij deel gaat uitmaken van de groep. Zal uiteraard niet beginnen, maar het is natuurlijk wel een ervaren speler, het is een goede speler. En dus wat dat betreft zou het best wel kunnen inderdaad dat hij erbij zit. What's going to be important at the game tomorrow? Last time we played them it was very close and I think this game, who takes the chances will win the game. Eigenlijk zoals in elke wedstrijd. Ik denk als wij hebben een ploeg die moeten lef tonen, die moeten initiatief nemen, moeten durven voetballen of het nou uit- of thuiswedstrijd is. Dat zijn wel zaken die we moeten tonen. Als we dat niet doen, dan word je weggespeeld door een ploeg als PEC Zwolle. Want nogmaals, ik heb de kwaliteiten genoemd die zij hebben en daar moeten wij echt wel wat tegenover zetten. Anders wordt het een kansloze wedstrijd. Maar nogmaals, daar heb ik wel heel veel vertrouwen in, omdat wij ook veel meer energie hebben als voor de winter. Dat hebben we laten zien tegen Heerenveen, dus wat dat betreft heb ik er wel zeker vertrouwen in. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.